Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Deterink Advocaten en Notarissen. FC Eindhoven had maar korte tijd om de klap die ze bij Sparta opliepen te boven te komen. Of dat gelukt is, zie je nu. Dit is Blauw-Wit TV. Hele goede avond. Welkom bij Studio 040, Blauw-Wit TV. Vierde uitwedstrijd op rij, de laatste in een reeks. Dit keer uit in Leeuwarden tegen Cambuur. En Eindhoven had dus maar heel kort de tijd om die 6-1 nederlaag tegen Sparta te verwerken. En nu moeten ze dus tegen Cambuur. En dat is ook geen kleintje. De stand dan zoals hij eruit zag voor deze speelronde. FC Eindhoven op een laatste plaats. 20 wedstrijden gespeeld, 14 punten. Dat zijn net zoveel gespeelde wedstrijden en punten als dat Excelsior heeft. En Excelsior komt deze speelronde niet in actie. Dan heeft FC Eindhoven ook nog het slechtste doelsaldo van allemaal. Mede door de 6-1 nederlaag tegen Sparta staat de ploeg nu op min 18. FC Eindhoven wordt het hele seizoen al geteisterd door schorsingen en blessures. De opstelling van vandaag is dus weer wat anders dan dat hij tegen Sparta was. Hij ziet er vandaag zo uit. Met achterin dezelfde vijf namen als afgelopen vrijdag tegen Sparta. Op doel Zaari, dan achterin Verkoelen, Vervoort, Paridaans en Ospitalieri. Op het middenveld een schorsing, Vermeer, hij is geschorst. Daarvoor in de plaats komt de Schilder weer in de ploeg. Lucius en Waalkens blijven staan. Ook voorin heeft FC Eindhoven te maken met een schorsing. Daar is Koch niet van de partij. Hij wordt vervangen door Alakmak en ook nog voorin staan Maria en spits Anthony van den Urk. Cambuur staat zesde in de rangschikking, maar het heeft pas 18 wedstrijden gespeeld. En als je het in verliespunten rekent, dan staat Cambuur gewoon derde. En in het begin van de wedstrijd tegen Eindhoven is ook goed te zien waarom dat is. Cambuur is heer en meester tegen de ploeg van interimtrainer Pascal Maas. De eerste kans hier is uiteraard voor Oebele Schokker. Mooier komen ze niet, die namen in de Jupiler League. Eindhoven doet niet veel, laat Cambuur rustig opbouwen. Cambuur spelend overigens in een ongewijzigde basis. Dus met hier Tigadouini, de Marokkaanse jongeling, de huurling van Vitesse, met een assist. Kans wordt niet afgerond door Hemme. Achterin dus Dijkstra en Van der Laan die rustig mogen pasen. Backs die mee mogen opkomen en gevaar stichten. En dan kijk je natuurlijk naar Hemme, die krijgt hier de bal niet. Die had hem wel mogen hebben. Uiteraard op het moment dat Wout Drosten mee opkwam. Eindhoven heeft maar 5 man op de bank en het komt er nauwelijks uit in die wedstrijd. Af en toe met Van der Hurk en Gianluca Maria die dan dit in huis heeft. Maar dat is het dan ook zo'n beetje. Het is wachten op de goal van Cambuur. Opbouw weer bij Mart Dijkstra. Drosten hier. Het combineren gaat weer goed omdat Oebele Schokker zich laat zakken. Hier is Schokker weer. Ongedekt. Hemme is mee. Schokker. Hemme. Schokker. Hemme. Ho, 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 ho. Je zou zeggen dit is de 1-0 van Hemme. Maar dat gaan we niet doen, hè. Dit is een goal die gemaakt is door 2 mannen. De 1-0 door Schokker en Hemme. Prachtige combinatie. Ze hebben er even op moeten wachten. Vlak voor rust. De supporters van Cambuur. Maar dan krijgen ze ook wat. Tigadouini weer. Met een achterloze controle en een heerlijke actie. De voorzet is op Hemme. Maar hij krijgt hem niet tussen de palen en de lat van de goal van Brahim Zaari. Nee, Eindhoven helemaal zoek gespeeld in de eerste helft. Al moet worden gezegd dat na die goal het niveau van de wedstrijd wel ernstig is ingezakt. En dat niveau, of eigenlijk het gebrek eraan, dat blijft te zien in de tweede helft. Daardoor kan Eindhoven vaker komen. Waalkens. En dan de voorzet richting Anthony van den Hurk. Die wordt niet bereikt op het moment dat wij kijken naar Rob van Boekel. Invaller aan de kant van Eindhoven. Hier is Ospitalieri. Schitterende naam. Deze Belgier met nummer 5. Marco Ospitalieri. Zo wil je heten, maar zo wil je niet pasen natuurlijk. Kan Cambuur er weer uitkomen? Misschien dat we weer eens wat gaan zien met Kerntjes die aanspeelbaar is. Wordt die ook gezien? Dat niet, want hier is de blikvanger. Hij scoort hem niet nu. Dat kan dus ook. Dat Michiel Hemme eens een keer zo'n kans laat liggen. Oi, oi, oi. Maar omdat het nog maar 1-0 is, blijft het natuurlijk wel spannend. Eindhoven, de nummer laatst in de Jupiler League, kan gewoon nog terugkomen in deze wedstrijd.
Vrijdag 6-1 verloren van Sparta, spelend zonder Vermeer en Koch. Die zijn geschorst. En zonder Koch blijft er toch verdacht weinig over van Eindhoven. Maar ja, als Cambuur zo sloppy om blijft gaan met de kansen, Hemme hier. Ja, dit is natuurlijk eigenlijk niet veel. Je hoopt dan dat ze er 2 en 3-0 maken. Maar als dit de hoogtepunten zijn uit de tweede helft, dan is het inderdaad niet best gesteld met deze wedstrijd. Cambuur zal er niet om malen. Cambuur heeft die 3 punten vooralsnog achter de naam staan. Melvin de Leeuw inmiddels erbij. En die komt dan met dit. Ja, ernstiger kun je het natuurlijk niet illustreren. Maar het is wel een waarheidsgetrouwe weergave van de werkelijkheid. Waalkens hier. Van Boekel. Fel op de huid gezeten. Paridaans. Achter het standbeen. Niet te achterloos natuurlijk. En dan is hier Theo Lucius. Een van de weinigen die zijn niveau altijd haalt. Vindt hier Ospitalieri. Gooi je dan maar. Alakmak, de invaller voor Koch. Tenminste, hij speelt voor de geschorste Koch. En dan schiet hij op goal recht op Telgenkamp af. Maar komt Cambuur daardoor wel nog bijna in de problemen. En dat mag het zichzelf ernstig aanrekenen. Cambuur dat hier een vrije trap genomen ziet worden door Michael Verkoelen. Verkoelen? Nou, als Telgenkamp daar niet aan zit, dan gaat het nog fout. Deze week wordt bekend wie Alfons Arts gaat opvolgen als trainer van Cambuur. De verwachting is dat Cambuur gaat bekendmaken dat dat Dwight Lodeweges zal zijn. Hij heeft nog wel wat te coachen, denk ik, volgend seizoen. En Arts ook morgen. Want hier opnieuw een grote kans verprutst. Nieuwkomer Martijn Barto, die hem helemaal laat liggen. Nog altijd maar 1-0. En dat is een bange voorsprong. Het wordt ook steeds stiller in het Cambuurstadion. Dit is de kans voor Eindhoven. Anthony van den Hurk had hem moeten maken, maar hij laat het na. En zo eindigt het hier met de hakken over de sloot voor Arts en Cambuur in 1-0 tegen Eindhoven. Met welke gevoelens sta je hier na de 1-0 verlies tegen een Cambuur? Nou, mijn gevoel dat we deze wedstrijd ook hadden kunnen pakken en ook moeten pakken op basis van de tweede helft. Dus ik denk dat het een onterechte 1-0 nederlaag is. We zijn wel zwak gestart, de eerste kwartier. En dan lopen we ook eigenlijk achter de feiten aan. Successievelijk in de eerste helft pakken we het steeds meer op. En toen hadden we al meer de overhand zonder kansen te krijgen. En ik denk gedurende heel de tweede helft op 2 momenten na, maar dat kan altijd gebeuren als je verder naar voren gaat voetballen, dat je een keer met de counter iets tegenkrijgt. Maar op behalve die 2 momenten denk ik dat wij de tweede helft gewoon het initiatief genomen hebben en vastgehouden hebben. En uiteindelijk nog op de laatste 4-5 goede mogelijkheden hebben gehad. En het is doodzonde dat je dan niet met een punt weggaat, zeker in de situatie waarin wij zitten. Dan zijn dit zure nederlagen, maar de conclusie is wel dat we een ploeg hebben die dit kan. En ja, Cambuur is toch een van de kanshebbers voor de titel. En dat je dan dit op de mat kan leggen, dan denk ik dat je toch een stap vooruit hebt gemaakt. De stand dan, zoals hij er nu uitziet in de Jupiler League. FC Eindhoven staat nog steeds helemaal onderaan. Allerlaatste, 21 wedstrijden gespeeld, 14 punten. Dat zijn net zoveel punten als dat Excelsior er heeft, maar de ploeg uit Rotterdam heeft en een beter doelsaldo. En die hebben er een wedstrijd minder voor nodig gehad. Ook Emmen heeft pas 20 wedstrijden gespeeld, maar won gisteren en loopt dus weg bij de onderste 2 plaatsen. Opnieuw een nederlaag voor FC Eindhoven dus. Dit keer tegen Cambuur. Het wordt dus 1-0 voor de ploeg uit Leeuwarden. En FC Eindhoven mag nu eindelijk weer eens gaan beginnen aan een thuiswedstrijd. Het is tegen Telstar. Vrijdag is dat. Dat zie je dus zaterdag terug hier op Studio 040. Dan zijn we er weer bij. Tot dan! Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Deterink Advocaten en Notarissen.